Noah, een fantastische wedstrijd aanstaande. Leef je daar nog op een andere manier naartoe dan normale wedstrijden? Ja, het is de laatste 16. Het zijn hele mooie wedstrijden. En ja, Chelsea is een grote club. Maar we gaan alles eraan doen morgen om goed resultaat te halen. Voel je dat het een bijzondere wedstrijd is? Merk je dat dan niet? Ja, je ziet het aan de omgeving. Veel velden. Maar het is alleen maar mooi. Afgelopen vrijdag ook een grote wedstrijd op de toekomst in Amsterdam. Wat kan je over die wedstrijd vertellen? Ja, onnodig eigenlijk verloren. Gewoon eigen fouten. Maar ja, we gaan focussen op deze wedstrijd. Ook een sterke tegenstander natuurlijk, Ajax onder 19. Zijn er dingen uit die wedstrijd wat jullie mee kunnen nemen naar de wedstrijd tegen Chelsea? Ja, compact houden. Goed verdedigen. En dat komt gewoon goed. Jullie hebben jullie natuurlijk voorbereid op deze wedstrijd. De tegenstander geanalyseerd. Op welke manier doen jullie dat? Dat is toch anders dan een Nederlandse tegenstander, denk ik? Ja, we hebben met beelden gekeken van Chelsea tegen Atletico Madrid. En ja, daar hebben we gekeken wat we moeten doen. Betekent voor jou als centrale verdediger compact staan, hoe werkt dat? Wat heb jij voor taken meegekregen? Neerzetten natuurlijk, gewoon spits uitschakelen ja, en het team in handen nemen gewoon. Jullie hebben natuurlijk al ervaring om tegen een Britse topploeg te spelen, Manchester City. Verwacht je zo'nzelfde wedstrijd als eerder tegen die gasten? Ik denk het wel. Ze gaan sowieso de eerste paar minuten vol erop. Maar dan moeten we gewoon goed weerstand bieden.